Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe GTA met Yvar. Vandaag is het alleen geen drunk GTA met Yvar. Oh, ik word gebeld. Voordat ik dat ga uitleggen, gaan we heel even luisteren naar Simon. Hey, look man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. Oh shit, oké. Nou, ik moet even uitleggen wat er is gebeurd. Net zoals met de Harry Potter serie, toen ik zeg maar weer Harry Potter begon, heb ik game 4 niet afgemaakt. Want ik had mijn computer opnieuw moeten installeren, zeg maar, alle software. En ik dacht dat Steam, waar ik deze game op heb gekocht, alles zeg maar opslaat. Dus ik maakte me niet zoveel zorgen over GTA. Had ik blijkbaar wel moeten doen. Focus camera. Hallo, goedemorgen. Focus dan. Waarom focus je? Wat is er mis mee? GTA was dus wel weg. Blijkbaar had ik online opslaan van Steam had ik helemaal niet geselecteerd. Dus ik was alles kwijt. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb alles gewoon, hoe moet je dat zeggen? Opnieuw gespeeld. Tot het punt waar we, denk ik, waren. Het probleem is, deze game is best wel geavanceerd. Dus de verhaallijn is anders dan de verhaallijn die we speelden. Dus sommige missies heb ik gedaan. De meeste missies die ik nu opnieuw heb gedaan, die heb ik dus al vorige keer gedaan. Maar er zijn ook een aantal missies bijgekomen die jullie vorige keer niet hebben gezien, maar die ineens in een andere volgorde kwamen omdat deze game super geavanceerd is. Dus het kan zijn dat we hele nieuwe dingen zien en het kan zijn dat we ook dingetjes die we in vorige aflevering hebben gedaan nog een keertje moeten doen, omdat de verhaallijn nu net iets anders loopt dan in de vorige serie. Ik heb ongeveer 4 uur gespeeld om het in te halen en ik dacht, volgens mij zijn we nu wel weer terug op dat ene moment. Waarom ik op dit moment gewoon lekker water drink en geen alcohol, dat komt omdat Yvar... Nou, weet je wat het is? Kijk, we zitten nu in april en in maart had ik het super druk. En weet je dat je een drukke maand hebt en dat je dan nog meer dingen wil plannen? Nou, ik wel. En dan denk ik van, oh, weet je wat, dat komt wel in april, want dan is het wat rustiger. Want maart is zo druk, dus dat komt dan wel in april. Nee, gebeurt dus niet. Never gonna happen. Het zal altijd, in mijn geval, het zal altijd druk zijn. Het zal altijd druk blijven. Nu is april weer een hele drukke maand. En dan kan ik, wel zeggen van, nou, in mei ga ik het rustig aan doen. Maar nee, mei vult zich vanzelf op met allerlei dingen. En dit is geen klacht hoor. Dit is, I love it. I love to be busy. So don't get me wrong on that. Maar het is wel even een feit dat ik moet realiseren dat het... Rustig jongen, je moet daar niet eens... Ging ik de verkeerde kant? Nee, dat maakt niet sens. Dus ja, je moet ook... Het zal gewoon altijd druk blijven. There will never be a dull moment. Which I like. Vroeger verveelde me altijd rot en dacht ik, ik heb niks te doen. En nu heb ik altijd wat te doen. En soms is dat iets van, oh my god, nee, druk, stress. Stress tussen aanhalingstekens. Maar goed, ik moet blij zijn dat ik het nu zo druk heb met allerlei leuke dingen. Maar, oh ja, waarom ik dan geen alcohol drink? Ik kan me het even niet veroorloven om me fucked up te voelen. Het is meer, alcohol can be a lot of fun. Maar je krijgt een kater van alcohol. Nou valt dat wel mee hoor, als ik deze serie doe. Maar het is wel altijd dat ik me misschien een beetje misselijk voel. Of misschien niet op en top voel. En daar kan ik me gewoon op dit moment niet veroorloven. Want ik heb het zo druk dat ik niet even een ochtendje lekker lang kan uitslaan. Hé, een zeppelin. Me lekker lang kan gaan lopen uitslapen. En denken van, oh, ik kater even uit. Oh, ik krijg voorbij mijn huis. Dus vandaar. Hè? De reden is daarom ook dat deze video niet geknipt is. Hopelijk. Of er is iets heel ergs gebeurd dat ik er alsnog in ga knippen. Maar mijn idee is in ieder geval niet in deze video te knippen. Ik hoop dat het alsnog allemaal hartstikke leuk is. Ik ga mijn best doen. Doordat ik de game een beetje opnieuw heb lopen spelen, snap ik nu meer het concept van hoe ik verder kan komen in de game. Dus that's pretty nice. Het is gewoon steeds naar Franklin, naar zijn huis gaan. En naar die dingetjes op de kaart. En dan komt het vanzelf wel. Ik weet niet of er nu iets gaat gebeuren bij Franklin thuis. Oh ja, wel. Volgens mij hebben we dit al een keer eerder gezien. Ik weet het niet zeker, maar... Hello. I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. De meiden hebben een feest, Franklin. Laat ze. I live here. This half my house too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. Is het nou zo'n moeder of zijn vriendin? Dat weet ik niet. Ze ziet eruit alsof het zijn moeder had kunnen zijn. Ik zie allerlei wel. Ik zie echt hele slechte visuals. Oh ja, nu weet ik het weer. Ja, nu weet ik het weer omdat ik vorige keer had gespeeld. Ongeveer tot hier inderdaad. Maar hij laat me die animaties nog een keer zien. Was dat zijn moeder of dat zijn vriendin? Kan iemand dat in de reacties achterlaten? Want dat punt heb ik dan weer even gemist. Mijn camera heeft het moeilijk mee focussen. Waarom? Waarschijnlijk vanwege de belichting. Nou, wat een taalgebruik in deze game. Dat is niet voor kinderen. Beware of the dog. Oh, I love dogs. You guys know that. Check that on now. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. Why you keep hanging around this clown? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas? Maar we gaan verder in deze game. Ik heb geen idee hoe lang deze serie nog gaat duren, want ja, volgens mij is de game huge. 70 gigabyte om te downloaden. That's quite something. Niet vechten, aardig tegen elkaar doen. Talking about being hit up, nigga. I swear, man, you ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Echt, staat er ergens op internet, ergens online, is dat statistiek van deze game hoeveel er fucking wordt gezegd in deze game? Daar hebben we er weer een. Kom op, jongens, schiet op. Ik wil een auto. Oh, ik kan gewoon cutscenes over... If I knew that before. Go to Ammu Nation. Oké, ik weet niet precies wat we gaan doen. In ieder geval, we vonden elkaar net niet zo aardig, maar nu ineens weer wel, blijkbaar. Weer fucking. Jongen, echt, hoeveel keer kan je fucking zeggen? Dan is het een beetje overused, hoor. Dus, ja, heb ik nog leuke onderwerpen om over te praten? Want als je dit niet knipt, Yvar, moet je wel de hele tijd blijven praten. Nou, mocht je na het zien van deze video nog 35 minuten over hebben, op mijn eigen kanaal heb ik zojuist een vlog geüpload van mijn vakantie. Daar ga ik straks meer over vertellen, maar eerst gaan we hier even naar binnen. I don't know what to do. Indoor shooting range. Oké, that's dangerous shit. Your ad here. Een advertentie om te adverteren in een game. That's insane. Wat gaan we doen? Ammu Nation, armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back. And all our weapons are customizable. Wauw. Dat vind ik dus echt bizar in Amerika. Je kan gewoon wapens kopen in Amerika. I really don't get that. I really don't get that. Wat moeten we doen? A to browse armor. A. Oké, dit zijn dus beveiligings... ik ga die zwarte, ik ga die eerste nemen. Moet ik iets nemen trouwens? I want to buy, enter. You have this item. Oké. Wat nu? Autosave. Ja. Ja, ik heb toch net gekocht. Wat moet ik nu nog doen? Ik geloof het wel. Zoom, page down. I don't know. Escape. Ja, wat gaan we nu doen? Browse weapons. Kan ik je kan gewoon een wapen kopen. Ik vind dat echt zo... Ik kan er maar 2 kopen, dus de rest is nog grijs. Ik koop wel iets, ik vind het prima. Ik koop deze. Inspect, zoom, page, pistol. Hoe koop ik? Upgrades. Buy. Item purchased. Oké, nice. Oké. En nu, wat gaan we nu doen? Hebben we hier nog een doel? Gaan we de boel overvallen? Ik weet niet, wat is de missie? Ik luister naar al die mensen. Maar goed, ze kunnen dus wapens kopen in Amerika. Ik vind het bizar. Ze zeggen van ja, dat is onze vrijheid. Want ja, de enige persoon... Dat is echt de domste redenatie ooit. De enige persoon met een wapen... iemand met een wapen kan alleen gestopt door iemand anders met een wapen. Ja, maar als je ze in eerste instantie nooit zou verkopen, dan heeft niemand ze toch om... snap je? Natuurlijk, je altijd wel aan een wapen kopen via de illegale handel en zo, maar de kans is zo ontiegelijk veel kleiner. Ik bedoel, het bewijst maar de hoeveelheid doden aan pistool in Europa en in Amerika. Dus... Ik bedoel, don't get me wrong, de meeste Amerikanen zijn waarschijnlijk intelligent, maar er is toch een partij ignorance daar, jezus. Maar goed, waarschijnlijk zou ik, als ik met een Amerikaan klets, dat hij mij dan toch weet te overtuigen. I don't know, go back and buy a flashlight mod for the... Oké, ja, dat wist ik niet. I need to buy a flashlight. A flashlight, wat? Hoe dan? Waar wat is een flashlight ding? Dan moet ik even kijken. Combat, ape, stun, heavy, magic, bottle, nee. Nightstick? Nee. Ik moest dus een... iets kopen? Een lamp? Teargas? Wauw, teargas? Je kan teargas, serieus? Jerrycan. Wat moet ik kopen? I. Ik kijk wel naar waar jij... Wat ben jij aan het bekijken? I. Heb ik al gekocht. Wat moest ik nou kopen? Oké, nog een keer kijken. Even de deur uitlopen. Ik dacht dat ik focus had als ik niet zou drinken. Hallo? Kan je me nog een keer vertellen wat ik ook alweer moest doen? Guys. Wat moet ik doen? Brief. Buy a flashlight mod for the... Go back. Buy a flashlight mod for the shotgun. A flashlight mod. Mod staat zeker voor modification. I guess that is true. Maar hoe ziet dat eruit dan? Mod. A flashlight mod. I. Upgrade. Flashlight. Yes. Ben ik nu goed bezig? Ik heb hem, hè? Mag ik nu wel naar buiten lopen? Ik heb alles, jongens. Kom. Ik heb mijn flashlight mod. Wat jullie zeiden. Ik ga gewoon in die auto, hoor. Guys. Hé, ik moet hier nog zijn. Oh, jongens. Ik wil niet knippen. En jullie heel erg lang laten wachten. Oh my god, I'm sucking at this. Flashlight mod. Ik heb toch flashlight mod gekocht, jongen? Dat was toch de bedoeling? Wat moet ik nou nog doen? Dat is mijn brief. Voor de shotgun. Heb ik het verkeerde wapen aangeklikt? Dat kan natuurlijk ook, hè? I. Shotgun. Is dat een shotgun? Out of stock. Ja. Oké, maar ik wou de mother... Oh. I don't know. Pump. Shotgun. Flashlight. Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of felon nature. That's right. Heb ik alles? Ja, ben ik goed bezig? Ja. Komen jullie achter me aan? Oké. Go to the meeting at the recycling plant. Oké, we gaan naar een afvalverwerkingscentrale, I guess. Gaan we iemand assassinaten, want dat is niet vriendelijk. Ik zou nooit kunnen voorstellen dat je in dit wereldje zou willen leven. In zulke criminaliteit. Ik denk dat ik pas iemand kan vermoorden als ik zelf in levensgevaar ben. En dat is mijn enige optie om daaruit te komen. Of als iemand waar ik om geef in een levensgevaarlijke situatie is. En de enige optie is om iemand dan te doden. Ik denk dat dat is het enige wanneer ik iemand kan vermoorden. Niet uit wraak of zo. Dat zou ik denk ik niet kunnen. Niet willen. Vooral niet kunnen, denk ik. Goed, blijkbaar hebben sommige mensen dat als baan. Oké, Yvar. Praat even tegen jezelf, Yvar. Ik weet dat het een geheim is. Oké, ik ben heel benieuwd wat we hier gaan doen. En of ik het kan. Ga je parkeren? Goed luisteren wat ze zeggen ook. Blijf jij zitten? Oh, ik dacht ik blijf lekker achterin zitten. We mogen ze niet uitschelden voor nigger, zegt hij heel de tijd, maar hij mag zichzelf wel nigger noemen. Dat is een beetje hypocriet, hè? What's up, boy? What up, with we got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about buku bills. Lamar Davis. Ik versta de helft niet van wat ze zeggen, weet je dat? Man, what the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Straathaaltje. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? I think we need to shoot now. Oh fuck. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Hey, we was set up, nigga. This shit fucked up. You nigga. Whoa! Jesus! Who is at the ball? Oh shit. Ah! Ik ben niet zo goed. Godverdomme. Wow, dit is echt, dit is pittig. Dit is heftig. Oh, dat is een vriend van me. Moet ik niet doen. Er is hier een... Oh, nee, dat is niet een vriend van me. Jezus, wat ben ik dom. Heb ik dat E-aiming? Press E. Oh, wauw. Oh, that's fucking nice. Oké, eens even kijken. Zijn er nog lieve mensen die mij aardig vinden? Ik heb een flashlight. Oh, omdat het natuurlijk hier... Wow! Oh, shit, shite. Shubish. Franklin died. Ik ben Franklin, toch? Oké. Not so nice, I must say. How is the Falcons doing up this... Oh, ik wil het nog een keer proberen. Ik weet nu in ieder geval hoe ik mijn flashlight aanzet. Oh, die staat aan, oké. Oh, ik moet... Ja, ik probeer me nu te concentreren, jongens. Dit is een heftig wapen. Hoe was het ook alweer om te dakken, zeg maar? Wow, jongens, wacht op mij. Ik weet niet meer hoe ik moet schuilen. Nou, explosiegevaar. Kom maar. Oh, ik zou bijna mijn eigen vriend doodschieten. Oké, concentrationen. Hier ging ik naar dood. Oké, er is er één daar. Ik blijf hier gewoon achter. You are not getting me, are you? Oh, dit zijn er echt fucking veel. Dat is toch idioot? Je kan dus in Amerika naar een simpele winkel lopen, wapens kopen en dan vervolgens mensen doodschieten. Dat is toch bizar dat dat wordt toegelaten in de wet. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ben niet een nigger. Ik ben gewoon een bewoner van Bikini Bottom. Soms twijfel ik of was het nou wel iemand die we haten of niet. Ik wil jouw wapen, kan dat? Yes. Zijn we er bijna? Zijn we buiten? Komt vast nog een verrassing, kan niet anders. I know it will be. Fire door. Oh, daar komt er een. Blijf gewoon schieten, jongens. Echt. Hoeveel lijken gaan daar nog liggen? Dit is nasty. Echt. Dit is echt nasty. I don't like this. There is blood. Zal ik nu schrijven? The Chamber of Secrets has been opened. Hey, ben jij een persoon? Oh nee, je bent een je bent een fire extinguisher. Wow, hier zijn veel mensen. Oké, rustig aan, Yvar. Geen paniek. Wow, het zijn er echt heel erg veel. Wow, oké, hoe gaan we dit doen zonder te dakken? Ik blijf gewoon gericht. Ik blijf achter die deur. Nee, dan word ik alsnog geraakt. Not oké. Wat raakte ik? Iets ontplofte daar. Hé, jongens! I don't like this. Ik ben niet zo goed, hè? Heb ik niet een beter wapen of zo? Wow, oh, mijn shot. De boel staat in de fik. Zo, wacht. Ik ben goed. Er staat daar nog eentje boven of zo? Oké, snel. Voordat de boel ontploft. Wegwezen hier, jongens. Weg. It's not okay. Kijk eens. Fire. Shit! Was net zo ver. Moet toch niet helemaal vanaf het begin. Ik wil een ander wapen. Dat wapen was gewoon ook gewoon niet chill. Het was fucking langzaam voordat hij überhaupt ging. Toch niet helemaal opnieuw, hè? Oh nee, gelukkig. Hey, nu ben ik gedukt automatisch. Dat is nice. Kan ik niet een ander wapen pakken? Ja, gewoon een pistool. Veel verdienlijker ook. Sorry voor de concentratie. Dit ging veel beter. Sterf, sterf, sterf. Oké, misschien is dat andere wapen wel effectiever. Diegene hierachter is dood. Waar ben je? Er ligt achter. Waarom ook allemaal op mij? Oké, ander wapen. Is dit automatisch? Ja, veel nicer. Oké, de boel staat in de fik, jongens. We moeten gaan. We moeten de brandweer bellen. Waarom we hier zijn? Ik heb eigenlijk... Zo, oké. Nou, daar zijn we voorbij. Dit is een beter wapen. Dit is veel vriendelijker. Nou, vriendelijk is het nooit. Oké, het is hier donker. Oh ja, ik had een zaklamp op een. Heb ik hier ook een zaklamp voor gekocht? I don't know. Ja, maar zijn er nog mensen? I hope not. Oh shit. Yes, there are. Oh my god, een helikopter. Ai! Ik schiet gewoon iedereen dood. Escape the junkyard. Oké. Waar is mijn... Oh shit. Wordt uit de lucht geschoten ook gewoon. Hoe doe ik dat? Oh, zo. Oké, ik dacht ik moet nog een knop indrukken. Omhoog. Hé, ik heb die helikopter toch neergehaald, of niet dan? Of is dat politie? Oh, dat is politie. Shit. Ja, ik doe mijn best, jongen. Ik kan niet springen. Hoe spring ik? Oh ja, zo. Dit is heftig. In het echt zou ik dit... Wow! In het echt zou ik dit niet echt durven of zo. Oké, politie. Jump, bitch. In het echt. Ik zou kapot moe zijn, weet je dat? Moet ik die auto neerhalen? Oh, dit gaan we natuurlijk nooit redden. Wat moet ik doen? Lose the cops, lose the cop. Stap in! Stap in, jongens! Oh nee, neem de tijd, joh. Jezus Christus. Oké, Caps. Ik heb weer die Franklin ability. I like that. Oké, hoe kan ik nou ontsnappen? Ik heb 3 sterren politie. I'm going on the highway to hell. I'm going on the highway to hell. Ik zing 2 liedjes door elkaar. Oké. Politie. Oh nee, ze hebben daar een barricade. Buiten achter straten, bij veilig achter steen, sta ik naar de mensen daar beneden. Oh, is dit een methode van jullie? Zo'n dans of zo? Ik doe gezellig mee hoor. I don't give a shit. Rot op, laat mij met rust. Oh, barricade. Jongens, echt. En dan ga je niet een barricade aan die kant zetten. That's so stupid. That's so fucking stupid. Ik verwacht nu een barricade aan deze kant, als jullie slim zijn. Oh my god. Hoe doen we dit? Hoe ontsnap ik dit? Ik heb geen idee. Luister met me mee. Waar gaan we nu heen? Echt, jongens, daarom ben ik dus geen liedjes kwijt, hè? Ik kan zingen, ik kan mixen. Soort van. Maar ik kan geen liedjes schrijven. Ik heb ooit zelf een keer teksten proberen te schrijven. Nou, het rijmde niet. En het ging over poep en plas. En het was gewoon belachelijk en kinderachtig. Ik kan dat niet. Ik kan wel een idee maken voor een liedje. Ik heb altijd ideeën voor een liedje. Die ik dan in mijn hoofd heb, zeg maar. Maar ik kan dat niet dan in woorden rijmen. Dus ik zou met een echte schrijver moeten gaan zitten. We gaan hier afslaan. Ik zou met een echte schrijver moeten gaan zitten. En dan zeggen van, ja, ik wil dat het liedje hierover gaat. En dan is het waarschijnlijk geen liefdesliedje, maar liedjes over empowerment. En dat je jezelf moet zijn. En dat soort liedjes, zeg maar. Een beetje meer, ja, liedjes met... Ja, liefdesliedjes hebben ook wel inhoud. Maar het is vaak, ja, het is vaak wel veel van hetzelfde. En als je niet verliefd bent, is het zo lastig om je eraan te relateren. Dus meer empowerment liedjes. Zoals Firework van Katy Perry bijvoorbeeld. Ik kan er nu niet op meer komen, maar er zijn dus altijd heel veel liedjes van Jesse J. En ook gewoon empowerment voor jezelf. Echt, ga ik ooit die politie nog kwijtraken? Ik zit er ook bijna bij de zee, dat is niet oké. Fly on the wing. Ja! Politie is weg, oké. We gaan dit nog even wel helemaal afmaken. Ik hoop dat jullie de aflevering tot nu toe nog hadden gezien. Dat jullie er nog zijn. Ben je tot hier gekomen? Reageer dan met het woord waterkan in de reacties. Want dan weet ik dat jij awesome bent en lief en de boel volgt. En ik hou van mensen die dat doen. Oké, we moeten nou blijkbaar terug. Maar ik hoef me nou natuurlijk niet overdreven te haasten in zin van politie achter me. So that's pretty nice. I need a slug of water. We ain't CGL for life, cause all that means we giving you money for nothing. Excuseer mij voor mijn gesnotter. Ik heb altijd een chronische soort van verstopte neus. Ik ben nog gestopt met neusspray. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik had echt een fikse 4 maanden geslaagde neusspray. Ik kon niet ademen zonder, totdat ik gewoon cold turkey ben gestopt met gewoon in één klap geen meer. 2 slapeloze nachten, maar daarna kon ik ademen. Er zit altijd wel een beetje verstopping in mijn neus, altijd wel een klein beetje. Het is nooit volledig vrij. Behalve als ik heel pittig eet. Dan wel. Maar dan alleen tijdens het eten. Dit is gouden informatie, mensen. Schrijf het op. Ik zit een beetje naar de camera te kijken. Want het beeld is wel heel glad of zo. Of er weinig contrast is. Maar er komt film overdag. Dus achter me komt een bak licht. En voor me staat wel een softbox. Maar die kan wel wat feller om de boel te balanceren. Wat is dat voor reclame? Build for survival. Oké. Zijn we er al bijna? Nee, dat zijn we nog niet. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat hebben we nou gered? Wat was het doel hiervan? We hebben heel veel mensen vermoord. Dat is gewoon niet oké. Hoe kunnen die ooit met zichzelf leven? Jezus. Oh, sorry voor de copyright. Ik zit altijd die radio uit te zetten. Ik was nou een idiot. Was er bijna? Nee, niet mijn wapen. Ik wil niet mijn wapen. Hallo, radio. Dat was een shortcut, hè? Ik ben het al kwijt. Nou, dan moet ik maar steeds switchen. Wow, ik was er al voorbij. Dan moet ik maar steeds switchen voor radio, zodat de copyright niet wordt herkend of zo. Put on some hot woman music. Okay. Aan de kant, meneer. Ik ga hier parkeren en we gaan eens zien wat ze zeggen. Ho, ho, ho. You sounded more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Pittig. Heel pittig. Krijg ik nu bam? Mission passed! Hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De Undrunk GTA met Yvar. Deze missie hadden we gelukkig nog niet gedaan. Dus dit was totaal nieuw. Dus ik heb vorige keer gelukkig ver genoeg gespeeld. Misschien dat er toch nog dingen zijn die we opnieuw gaan doen. Dat weet ik niet precies. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering waar het ons naartoe leidt. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet dan nog niet even een duimpje omhoog te doen. En laat ook een reactie achter met wat vond je ervan dat het ongeknipt is en niet dronken. Was ik een of andere saaie zak waar je niet naar wil kijken. Want dan moet ik eens serieus gaan nadenken over mijn persoonlijkheid. En wordt dat mijn vriendje of zo? Omdat hij zo de focus daarop legt? Hallo? Oh, nee. Oh, dat bedoelde ik niet zo. Nee. Oké. Hoe dat eindigt... Ik wou hem gewoon een kus geven. Hoe dat eindigt zien jullie in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.